dacht van, hé, hey, dat is eigenlijk best makkelijk, want dan kunnen en Suicune en Raikou kunnen hier spawnen. Hallo kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pixelmon. Ik ben hier niet alleen, Guido zit weer in de call. Hallo Guido. Hallo. Ja, deze aflevering, je kan het al zien onder in beeld. A Legendary has spawned in the beach biome. Dat kan er natuurlijk maar één zijn. Suicune zit hier ergens op de beach. Ja, ik was hier eigenlijk een beetje aan het zoeken voor Raikou en ik zag die beach. Dus ik dacht van, hé, hey, dat is eigenlijk best makkelijk, want dan kunnen en Suicune en Raikou kunnen hier spawnen. Dus ja, dat is eigenlijk best wel voordelig, want dan heb je er twee. En ja, Suicune is gespand. Ik had liever Raikou gewild, maar hey, Suicune is ook al goed. Alleen, waar is Suicune? Er zit hier heel veel beach, dus we moeten even rond gaan kijken, want hij kan hier ook nog achter zitten ergens. Ik zou het echt god niet... Ah, hier is hij. Hij zat echt helemaal achter de savanna bij hem, zeg maar. Een heel stukje verderop. Maar even kijken, we gaan... Oh, ik kom niet van mijn Pokémon af. Hallo? Hallo? Oh! Ja, en nou zit ik boven in de lucht en dan spring ik opeens weer af. Goed, Suicune. We gaan even in slaap brengen met Jan. Wat, ja, expression sorry doen om zijn HP naar beneden. Ik sprak het gewoon goed uit. Vind ik nog steeds een wonder. Ah nee, dat triggert hoor, Dylan. Voor mij heb je dyslexie. Ja, nee, ik sprak het gewoon goed uit. Ja, maar voor mij heb je gewoon dyslexie. Ja, dat dacht ik ook. Oké, ik durf hem nu eigenlijk niet meer aan te vallen. Dus wat we gewoon gaan doen is ultraballs gooien zoveel mogelijk. Want ja, we hebben er weer nieuwe bij gekocht. Ik heb weer even wat TM's verkocht wat ik nog had liggen in mijn huis. En ja, daardoor kunnen we nu weer een paar legendaries gaan hunten en proberen te gaan vangen. Want ja, 71. Ik heb vorige keer had ik er 100 of zoiets. En daar heb ik 4 legendaries of 3 legendaries mee gevangen. Maar jij hebt altijd weer die luck. Nou, het viel op zich dit keer wel mee. Er was één legendary die ik in 4 ballen heb gevangen. Ik weet alleen niet meer welke dat was. Volgens mij was dat Ho-Oh? Weet niet. Nee, niet Ho-Oh, want Ho-Oh was heel irritant. Ho-Oh had zeg maar de aanval Whirlwind, als ik me niet vergis. En dan gaat hij uit battle. Dus dan vlieg je hem boven in de lucht met je Pokémon. En dan de hele tijd... Van, doei. Ja, de hele tijd peert hij hem dan in één keer. Ja, peert hij hem, heerlijk woord, peer. Ja, hij appelt hem. Punt, punt, punt. ja, maar dat was echt heel erg vervelend. Uiteindelijk had hij blijkbaar die aanval niet meer. En toen kon ik hem uiteindelijk vangen. Hè. Dus ja, Ho-Oh is in ieder geval in de pocket. En nou ga ik voor Suicune en daarna denk ik voor Raikou. Of mensen zeiden ook heel veel tegen mij, Dylan ga campen voor een Deoxys. Maar ik heb dat nou al echt al... 6 jaar gedaan. Nee, dat is overdreven. Maar ik heb echt serieus... denk wel... 4-5 uurtjes daar in die biome gestaan. Gewoon ondertussen heel dat Pixelmon aan. En nou, hij spant gewoon niet. Ik wil graag de eerste volgende keer Mew zien, man. Dat je Mew gaat vangen. Ja, Mew is op zich ook wel leuk. Maar ja, ik weet niet. Niet ook wel leuk. Ja. Maar wat, ja, dan heb ik Mew Mewtwo. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar Mew is ook gewoon een legendary die je nog moet hebben. Dus niet van miam, miam, miam. Nee, het is gewoon een legendary die je hoort vervangen. Ik vind Deoxys veel lijper, maar... Ja, ik zeg het dan een dubbele legendary week. Je moet alle legendaries hebben. Eerder mag je niet stoppen ermee. Ja, jeetje. Ja. Alle legendaries en pas dan mag ik ermee stoppen. Ja. Ja, de... Maar dan, wat nou maar als... Vind jij het zeg maar nu niet zonde, want zeg maar, stel deze week is voorbij zeg maar, en je hebt al best wat legendaries, maar je hebt bewijzen van nog, zeg maar even 5 die je nog moet. Dan wil je toch die alle 5 ook nog erbij hebben? Ja, oké, daar heb je wel een punt, maar... En of course, het is irritant, zeker ook wat je ook natuurlijk hebt met die River biome, dat het eind van, dat hij zelf uxie dit, dat hij dan 2 keer zelf op 2 nog een uxie moet, wat dan ook. Alleen, uiteindelijk, alle legendaries natuurlijk wel het vetst. Nou, waar het mij meer om draait, is de tijd dat ik zit te wachten tot een legendary spant. Snap ik, maar wat nou als jij... Wijze van als jij Pokémon doet, weet je dat? Pokémon Diamond doe jij? Ja. Kun je er ondertussen gewoon Pixelmon aan hebben? Ja, maar dat heb ik soms ook een hele dag. Ja, nou. En dan zit ik maar te wachten en te wachten en dan spant er maar niks. En dan, ja, dan zit ik bijna aan het eind van de dag. En dan uiteindelijk, hey, een message met een legendary. En dan is het vaak nog een river ook. En ja, dat is het lastige ervan. Kijk, ik kan wel zo opeens de opname aangooien en zonder legendary of iets. Maar dan is het ik die een
kwartier tot 20 minuten rond aan het vliegen is in een Pixelmon-wereld totdat er een keer wat spant. Ja, en dat, ja, ik denk niet dat mensen daarop zitten te wachten natuurlijk, maar het is een beetje lastig, zeg maar, de legendaries allemaal collecten. Ook al heb ik het in mijn solo Pixelmon ook wel gedaan, alleen ja, daar kon je ook wat anders doen als het echt niet lukte. Ja, nou ja, dan ja. Shiny hunten zou ook kunnen, maar dat is idem dito 15 minuten. Ja, maar shiny hunten, dat is letterlijk, je kan 600 uur gaan rondlopen en je kan nog geen shinies tegenkomen. Nou, dat is ja, half waar. Als jij de hele tijd in één biome blijft rondvliegen, je zorgt elke keer dat alles opnieuw spant, dan is de kans best wel groot dat je uiteindelijk een shiny vindt. Ja. Dat heb ik zeg maar ook gedaan met Groudon, was ik daar zo. En ik was de hele tijd aan het wachten en ondertussen aan het kijken of ik een shiny Trapinch kon vinden. En zo heb ik uiteindelijk door, nou ja, wel 30, 40 rondjes door de fucking desert heen te vliegen, heb ik uiteindelijk die Trapinch gekregen. Ja. Dus ja, dat kan wel, maar dat is ja, ook heel dat rondvliegen natuurlijk. Terwijl Suicune een beetje, ja, pitchy moet doet. Hij moet maar net op tijd spawnen daar. Ja, precies. Ik wil nog steeds even een shiny Arbok of zo. In ieder geval eentje die goud is. Kijk, die Growlithe is wel goud, maar ja, niet precies de goede kleur. Ik pas niet precies bij mijn ketting. Dus ja, dan gaat het alweer niet door, hè? Ik wil ook nog steeds een Firestone gaan collecten, maar ja. Ik heb geen zin om helemaal beneden in een mine te gaan zoeken naar lava om daar vervolgens Firestone shards weg te halen. Ik moet even zo'n trader tegenkomen, heel toevallig. Dan kan ik ze gewoon kopen. Ben jij wel eens een markt, die Waterstones. Ja, maar ik ben het enige wat ik ben tegengekomen is Waterstone, Shiny Stone en Leaf Stone. Voor de rest is dat vuur en zo. Ik heb een bad luck gehad met die Mewtwo, dus ik heb een flink lopen minen. En ik had flink wat lava pools onder de grond, dus ik heb daar vies veel shards van aan weten te halen, dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja, dat is inderdaad wat chill. Als je eenmaal zo'n lava pool vindt, zitten er ook best wel veel bij. Klopt, en ik kreeg ook redelijk wat. Nee, dat is eigenlijk overdreven. Maar ik kreeg voor maar één keer een. Is dat een Firestone van de Boss Tower? Ja, dat kan kloppen inderdaad. Je kan alle stones, Evolution Stones krijgen van de Boss Tower. Maar ja, de kans is voor mij vanaf blauw, denk ik. Ik weet het niet eens zeker. Ik heb geen idee. Maar Suicune is erg bitchy aan het doen. Ik heb ondertussen al, 25 Ultra Balls gegooid, denk ik. Ja, het is nog niet superveel, maar ik kan hem niet in slaap krijgen. Oh, niet superveel. Oké, het is een Legendary en ja, dat kan zo'n hele stack gaan gebruiken, maar 25 ballen. Oh. Ja, maar het probleem is eigenlijk, ja. Hij gaat straks denk ik over op de struggle en dan moet ik runnen en dan moet ik hem weer opnieuw low maken, maar je hebt geen slaapdinges. Nou ja, ik had Uxie, maar die is ondertussen dood. Dus ja, dat is een beetje het probleem. Dat is mijn enigste Pokémon die Jan kan, dus. Oh, dat is niet. Zo'n Uxie, dat is nu ook niet fantastisch. Nee, ja, daarom ook. Hij had iets van 4 aanvallen nodig en dan was hij al weg, maar. Dus hij is er ook elke keer zo uit, joh. Hup, ga erin. Had ik ook met toen ik belde hem ging vangen, die ging ook heel de tijd eruit gooien. Een great ball gaat hij erin. Like, bro, really? Oké, hij heeft mijn Groudon ook nog gesloopt. Dan heb ik nu alleen nog een Jirachi van level. Jirachi van level. Zo klote. Wacht, als ik Wish doe. Ja, oké, dan doe ik eerst Wish. Heb je geen dinges op zak? Revives en heals en. Nee, joh. Heb je die wel nodig? Ja, heb ik wel. Eigenlijk heb ik die wel nodig als je eenmaal met Legendaries bezig bent, maar. Zeker een Max Revive kan sowieso wel handig zijn voor jouw Uxie, Azelf, wat dan ook, wat je ook met het had, om die toch even weer tot leven te gooien, om die verslapen dus. Ja, dat sowieso. Maar, oh jeetje. Nee! Dood? Ja, hij deed opeens struggle en daar ging die. Had je hem zo low dat hij van zijn eigen struggle één struggle dood ging, je? Ik had hem op laag geel, zeg maar. Wauw. Oh, dat is echt zuur, mensen. Want ja, Suicune hadden we natuurlijk nog niet. En nou is die weg. Dit is hetzelfde als met Lugia, jongen. Lugia had echt gewoon precies hetzelfde. Ik zat op een gegeven moment, 2 keer hebben we Lugia al moeten laten gaan.
Gewoon omdat, ja, maar ja. Jij hebt tenminste Luke al twee keer gezien, wat dacht je daarvan? Ja, maar ja, of je gezien of gevangen, dat is toch weer een heel verschil. Ik natuurlijk. Heb die biome niet eens. Deep Ocean. Oh. Jawel, heb ik wel. Oh, ik bedoel Ho-Oh. Ho-Oh, ja, oké. Okay. Ja, Ho-Oh, dat is een ander verhaal. Die heb ik zelfs gevangen, dus... Ja. Ik niet, hoewel ik dat echt een zieke Pokémon op zich vind. Alleen, ik vind het jammer dat, zeg maar... er geen sparkles afkomen, ook al is die zeg maar niet shiny, zeg maar. Weet je wat je toch had in die Pokémon-serie zag in de eerste paar afleveringen, dat hij over die regenboog heen vloog met die sparkles erachter? Ja, ik weet wel. Zo zou ik hem graag willen hebben dat hij zeg maar de Legendary gewoon zo was. Ja. Sowieso ja, vind ja. ik dat al die Legendary zo een soort van particle-effect mogen hebben of zoiets, ik weet niet. Gewoon iets, weet je? Ja, ik weet niet, ja, waarom eigenlijk? Alleen omdat Legendary is? Ja. Shiny staan dan bekend om... kleurtje ja. En de sparkles, weet je wel. Ja, maar... dat snap ik. Is op zich is eigenlijk een shiny bij zo zielig, hè. Zijn als een soortgenoten bijvoorbeeld groen, weet je wel, dan komt de shiny en die is een keer roze, wordt die dan gepest. Ja, niet leuk. Jeetje, gaat hij er zo over nadenken? Stop Pokémon pesten. Stop Pokémon pesten, no shinies anymore. Stop de shinies. Anti-shiny. Zo, jezus, er spawnen even een paar slowpokes en slowbro's op dit eiland. Goeie Sloking. Genade. Nee, die kan niet spawnen volgens mij, Sloking. Die moet je echt evalueren. Ja, met zo'n rockstone of zo, met zo'n rock... King's Rock. Ja, dat ja. Ja, hij heeft opgelet bij Pokémon Go. kan je dan ook een Porygon 2 alleen maar maken in Pixelmon met een PC-upgrade? Porygon 2? Nee, dat kan met een dubious disc. Ah, hoewel, überhaupt eerst moet ik een Porygon zien te krijgen als ik 100 PC's heb gecraft ooit eens een keer. Ja, ga jij eerst maar eens 100 PC's craften, inderdaad. Nee. Dan ben je nog wel even flink een tijdje mee bezig, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, en dan moet je hem nog maar eens zien te krijgen in die 100 PC's natuurlijk. Dat is ook nog... Ja, het is inderdaad, ze zeggen het tussen 1 op 100 PC's, maar goed, hè? Ja, het kan er ook zomaar 1000 zijn als je een beetje ongeluk hebt. Maar... En Dylan en mij kennen, hè? Ja. Ik ben eigenlijk ergens heen aan het vliegen, maar ik weet begot niet. Ik heb hier nog niet eens een waypoint staan. Dus ik ben gewoon een beetje op... What the fuck? Ik ben gewoon een beetje op tour. Welkom bij Dylan op tour. Vandaag gaan we lekker koekeloeren met Dylan. We zijn vandaag op tour. Ja, ik ben op de koekeloertour. De koekeloertour. Ik ben op shiny tour. Shiny voor jou, shiny voor mij. Ja, ik ben gewoon... hier, een spinda. Dat is met die rare ogen. Die in de bergen. Ja? Nee, ja. Nee, duidelijk. Ik heb gewoon geen eens 1 seconde de kans gehad om een reactie te geven. Nee, oké. Okay, ja, nee, is duidelijk. Okay. Welke kleur heeft een shiny Weezing eigenlijk? Rrr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 r
Ik zit hier nu toevallig. Als ik Weezing in tik, om Weezy F Baby te staan. Zoals Lil Weezy. Als het goed is, is een shiny Weezing een beetje blauwig. Dus de andere is een beetje roze-paarser en hij is dan meer blauw-turquoise. Blauw-turquoise, ja. Okay. Ja, maar dan wel donker-turquoise. Donker-turquoise. Of voor de mensen die het niet kunnen uitspreken, turquoise. Turquoise. En koffing ook. Een koffing. Nou, dat lijkt me wel, maar even kijken hoor. Shiny koffing. Die is ja ook een beetje blauwig, marine blauw. Wow, ik heb hier een mini koffing. Okay, ik denk, ik ben al vaker iets voor je op zoek. Ja, ook een klein beetje blauwig. Heb je wel verstaan hoor. Wow, een mini koffing! Ja, weet je hoe awesome die eruit zag? Hij was echt gewoon mini. Mini, mini, money, mo. Hé, hey, Roof Forest, wat betekent dat? Dat betekent heel veel move relearners. In ieder geval in mijn serie. Echt waar. Niet normaal. Ja, echt hoor. Dat zijn gewoon twee bij elkaar gewoon. Ja, what the fuck, jongen. En ik was een keer gewoon letterlijk 17 minuten aan aflevering alleen maar aan het zoeken naar één fucking relearner en ja. Ja, ik weet niet hoor. Ik kom die shit alleen maar tegen. Ik denk van, ik weet niet wat er zo moeilijk in is, maar... Ja,
Ja, ik ben nog steeds ook op zoek naar een jungle. Vandaar dat ik nu ook een beetje aan het rondvliegen ben. Want ja, als we dan. Heb je die nog niet? Nee, ik heb nog geen jungle. Oei. Ja, dat is dus juist ook het probleem waarom ik nog geen Mew heb. Of tenminste, nog niet eens heb geprobeerd een Mew te halen. Heb je wel Mewtwo dan? Nee, tuurlijk niet. Ik ken het helemaal niet, jongen. One small plank voor human. En ik heb ook nog geen Sunflower Plains. Ik wil ook geen Rayquaza zijn. Ja, ja, en die wil ik ook heel graag. Maar ja, moet je wel eerst Sunflower Plains hebben. Ja. En ja, ik kan wel een kant heel de tijd rechtdoor blijven vliegen natuurlijk. Maar ja, wie zegt dat het dan niet opeens links of rechts van je is? Ja. Mindfucked. Nou zit ik in de desert. Ja. My nation. Mag je een fight voor My Nation? Nee. Gewoon aan het werk op My Nation. Ja. Jungle. Jungleini. Jungleini. Jungleloan, Jungleini. Nee, ik denk dat het nog best wel lang gaat duren voordat ik ooit een jungle ga vinden, heb ik het idee. Ja, en dan als je ja. uiteindelijk een jungle vindt, vind je een jungle zonder jungle hills. Voor mij ken dat helemaal niet. Nee? Voor mij is elke jungle wel met jungle hills, omdat de meeste jungles zo verschrikkelijk groot zijn. Ik vlieg wel over de nacht weer lekker over de zee en Kyogre, kom eens even. Shiny Kyogre. Wat? Ja, die is paars, roze. Joep, joep. Ja, ik ga denk ik maar gewoon landen op dit eilandje en... Landen op dit eilandje, chopper down. Ja. Ja, nee, ik... Ja, fucking jungle. Dat is het enige wat ik nodig heb. Ja, en Sunflower Play. Maar die, ik vind dan jungle op dit moment belangrijker. Omdat dat is twee legendaries. Ik wou zeggen, inderdaad. Je kan dan inderdaad van één legendary even de twee gaan proberen te krijgen. Ja, precies. Ja, ik vind die wel weer een nieuwe Savannah bij hem. Maar dat is tot nu toe nog niet heel erg belangrijk. Ik vind ook dat je Ditto hoort ook bij de legendary vanaf nu. Ditto heb ik al. Oh. Ah. Maar jij vindt die natuurlijk wel weer gewoon. Nee, ja, daar moest ik mijn serie mee beginnen. Nou ja, tuurlijk. Oh nou ja, ja. Maar anders, als jij de serie niet meer zou beginnen, dan nog had je hem ook. Hoezo? Ja, omdat jij die shit wel vindt en ik niet. Ja. Ja. Ik heb wat dat betreft iets meer geluk dan, denk ik. Of zo. Iets. In ieder geval, deze aflevering. Kort samengevat, vervelend. Waarom? Ik heb mijn Suicune niet. Ja, dat dus. Ja. In ieder geval mensen, als jullie de video wel leuk vonden, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. En wat wou ik ook weer zeggen? Abonneer op Duffy Games. Oh, abonneer op Duffy Games. Abonneer nog even als je nieuw bent. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.